He is Chico Laffy Quasi. Je gaat voor het eerst je wereldtitel verdedigen. Voelt het anders dan wedstrijden die je normaal vecht? Nee, niet per se. Het blijft hetzelfde. Vechten blijft vechten. En er komt ook niet veel druk bij kijken of zo. Ik geniet altijd als ik vecht bij Glory. En ja, sinds ik jong ben, vecht ik in volle stadions. En vaak ook in stadions waar iedereen tegen mij is in andere landen. Dus het is nu juist lekkerder. Ik vecht juist thuis. En ja, mensen komen voor mij hier kijken. En ja, ik vind het lekker. Dit is wat ik wil, dus ja. Voelt het anders nu je kampioen bent? Nee, niks is veranderd. Ik rijd dezelfde auto, ik woon in hetzelfde huis. Ik word soms herkend in de supermarkt. En that's it eigenlijk. Ik train nog harder dan hiervoor, dus het blijft hetzelfde. Ja, is het lastig voor je dat je eigenlijk zo lang hebt moeten wachten tot je weer gaat vechten? Want je bent echt een liefhebber. Ik ken je nou ja, dat je volgens mij om de week een bokspartij had. Ja, vroeger toen ik jong was en nog niet bij Glory zat, vocht ik elke maand en soms zelfs twee keer per maand. Daarom hebben we zoveel partijen gevochten. Maar ik weet niet, misschien is het dit keer wel lekker. Ik had natuurlijk veel eerder willen vechten, maar achteraf denk ik van oké, nu deze laatste twee weken voel ik me echt, echt top. Dus ik denk gewoon van ja, misschien had het gewoon zo moeten zijn. Ik voel me nu juist nog veel beter en denk ik dat jullie een nog veel betere Chico gezien dan vorige keer. Ja. Ja, je zegt al, ik wilde eigenlijk wel eerder vechten. Dit gevecht had ook eerder plaats kunnen vinden, toch? Ja. Als het aan mij lag wel natuurlijk. Ik vroeg naar de partij ook om Tijani. Tijani natuurlijk, die naar 77 komt. Ik zou graag tegen hem willen vechten. Al vind ik hem echt aardig. We gaan gewoon matten, je weet toch? Zoals ik vandaag heb laten zien, gaan we gewoon doen. Ja, ik heb gewacht op een reactie, maar niks gehoord. En toen dacht ik even, oké, dan ga ik gewoon naar Japan. Toen had ik twee dagen voordat ik ging even mijn ticket geboekt. En toen ben ik naar Japan gegaan. Alleen toen was ik in Japan en toen zag ik dat hij tegen Andy vocht. En dat vond ik natuurlijk jammer, want ik had dat graag willen zijn. Maar ja, ik was in Japan, maar Glory had mij ook nooit die partij aangeboden. En ja, ik vond het jammer dat ze tegen elkaar gingen, want ik denk ook van, wat heb je te winnen tegen Andy die net heeft verloren van mij? Eigenlijk helemaal niks. Als je kampioen bent, kan je mij gewoon uitdagen en dan vechten we tegen elkaar. Dus dat vond ik jammer, maar weet je wat het is? Het heeft een tijdje geduurd, maar we gaan gewoon tegen elkaar vechten. En zo voor twee weken, dus ik ben er gewoon blij om. Wat ga jij in de ring brengen straks? Want volgens mij ben jij misschien wel een van de eerste tegenstanders die net zo groot is als Tijani. Is dat iets waar hij geen raad mee weet, denk je? Hij is van zichzelf wel een slimme vechter natuurlijk. Hij weet wel goed wat hij moet doen en hij heeft vast wel een gameplan. Maar ik denk dat ik hem iets ga laten zien wat hij nog nooit heeft meegemaakt. En dat ga ik zelf oktober doen. Ja, ik ga hem gewoon breken. Wat vond jij van zijn partij tegen Andy Semeler? Dat was zijn eerste partij op 77 kilo. Ja. Hoe heb je daar naar gekeken? Hij vocht wel goed op zich. Alleen ik denk dat er Andy daar stond die niet eens 50% was. En niks van zijn winst af te nemen, want hij heeft goed gevochten. Alleen, ik denk dat je de echte Tijani, hoe die zou vechten, misschien zou zien als hij 5 rondes had. Andy kwam er een beetje lekker in, maar ik denk dat Andy daar mentaal niet helemaal stond. Tijani vocht een goede partij, maar hoe Andy daar stond, zou ik echt niet tegen hem vechten. Ja. Wat gaat het verschil straks maken? Is dat eigenlijk misschien wel gewoon jouw kracht? Ik denk natuurlijk mijn kracht. Ik heb sowieso ook meer kracht dan dat hij heeft. En ik denk de wil om te winnen, dat bij mij veel groter is dan dat het bij hem is. En ik denk dat een hele grote reden zou zijn. En natuurlijk heeft hij de skills en de technieken om heel veel goede dingen te doen. Maar ik ga hem gewoon breken. Dat is wat ik ga doen. Ja. Is het iets waar je over nadenkt? Over het feit dat jij de eerste kan zijn die hem in, ik denk misschien wel 5-6 jaar verslaat? Nee, niet per se. Niet per se. Ik denk daar niet per se aan. Het is natuurlijk wel een grote naam die ik gewoon op mijn lijst wil zetten. Hij vecht al zo lang. Voordat ik überhaupt op kickboksen zat, had hij al titels, weet je. En ja, eigenlijk, hij heeft natuurlijk waargemaakt bij Glory wat hij moest doen. En mensen verwachten dat ook van hem. Maar van mij had niemand het verwacht. Ik stond zelfs in de schaduw van mijn broer. En ik stond in de schaduw van heel veel andere kickboksvechters van Mike's Gym. Niemand kende mij. En ik heb het nu 4 keer achter elkaar laten zien dat ik het kan. En ik ga dat nu gewoon voor de 5e keer weer doen. Ja, want hoe ga je daarmee om? Je bent de beste van de wereld. Maar eigenlijk zegt iedereen elke keer, ja, nee, maar hij is zo slordig. En ja, hoe is dat voor jou om dat te horen? Het doet me vrij weinig. Ja, zoals ik al zeg, nooit geloofden mensen in mij. En zelfs wanneer ik mensen sloeg, geloofden ze in mij. En zelfs wanneer ik Andy knock-out had staan, geloofden ze in mij. Alleen, ik ben het gewend. Ik ben altijd de underdog geweest. Ik ben in al mijn partijen underdog geweest. Dus ja, er verandert niks. Ik geloof in mezelf al sinds ik, hoe oud ben, 12 jaar oud. En ik leef als een professional sinds ik jong ben. Dus het doet me eigenlijk helemaal niks. En ik doe het voor mezelf en voor mijn mensen. En voor de rest boeit het me niet.
Zou dit gevecht ook een kantelpunt kunnen zijn? Want als je nu van Tijani zou winnen, ja, dan win je gewoon van de, nou, volgens mij 6-7-voudig kampioen in die 70 kilo klasse. Ja, tuurlijk. Ja. Tijani is een grote naam, zoals ik al zei. Hij rijdt een mooie auto, hij heeft een paar leuke bedrijven en hij heeft volgens mij wel een goed leven. En ja, dat wil ik ook hebben, dus dat moet ik even in elkaar slaan. Dus dat, ja, als ik hem in elkaar sla, kan ik dat soort dingen ook krijgen, weet je. En dat is de enige wat ik nu voor me zie en dat ze hem gewoon aanpakken. Dit gevecht is al redelijk lang in de maak. Jullie hebben elkaar al twee keer gezien. Jullie hebben al twee keer een stare-down gehad. Hoe voelden die twee stare-downs? Niet echt speciaal of zo. Gewoon hetzelfde als gewoon normaal. Je kijkt elkaar in de ogen aan. En jij zegt wel dingen tegen elkaar. Hij komt met ons en zo. Ben je ready? Terwijl ik al lang ready was. Terwijl hij nog eerst tegen Andy wel vechtte. Maar ja, het is hetzelfde als gewoon elke stare-down. Ik zag niet echt iets in zijn ogen. Ik denk dat hij er zin in heeft en ik er zin in heb. En over twee weken gaan we het doen. Chico Lafay Quasi!